harte welkom. Dit is een nieuw programma op Stads TV Tiel. Hij heet Van der Vlerk. En hij ter haar. Nu aangeschoven Otto van Wijk. En Otto, je hebt een gast meegenomen. Die gast die is onzichtbaar in beeld. Waarom is dat? Nou, we hebben een gast meegenomen. Paul is dat. Paul is eigenlijk slachtoffer van zinloos geweld. Ja, was het wel zinloos? Ja, ik hou het op zinloos geweld. Misschien was het oogmerk toch wel een vorm van beroving. Maar dat kunnen we niet bewijzen eigenlijk. Dus nou goed, dan hou het op zinloos geweld. Onherkenbaar in beeld. Onherkenbaar, ja. En waarom? Nou, het leven gaat ook verder voor Paul, zeg maar. En ik wil er toch niet meer zelf mee geconfronteerd gaat worden over het, het vervelende feit wat hem is overkomen. Ja, en dat is op zich logisch natuurlijk. Dat is logisch, heel logisch. En dat respecteren we. En dan willen we het zo wel nog een keertje onder de aandacht brengen. Wat het toch een impact kan zijn als je ze hiermee geconfronteerd wordt. Ja, nou het valt te prijzen dat je hier überhaupt bent en dat je hier zit. Daar heb je moed voor nodig. Wat heeft dit met je gedaan? Dat geweld wat op jou is toegepast? Ja, in het begin ben je heel erg geschrokken. En weet je niet wat je zal komen. En dan ben je gewoon elke keer aan het denken van waarom ik, waarom en wat. Dat zijn eigenlijk de beelden die door je heen gaan de eerste weken. En je ligt er zelf 2,5 week, ben ik eruit geweest. Ja, dat is gewoon niet fijn. Zonder in details te gaan, wat is jou overkomen en wat waren de gevolgen? Ik was bezig stappen met een studiegenoot van mij van vroeger. Omdat ik in Tiel woonde. En na het stappen zijn we eigenlijk naar huis gegaan rond een uur of twee. En we waren al bijna thuis en onderweg werden we opeens vanuit het niets gepakt. Aangevallen? Ja. Pittig. Wat doet dat dan met je? Had je door? Nou, op dat moment eerst werd die studiegenoot van mij eigenlijk neergehaald of zo. Ik ben zelf weggerend uit een reactie om hulp te zoeken. Nou, die vond ik niet. Toen hebben ze mij gepakt. Wat doet het met me, dat weet ik niet. Want op dat moment wisten wij niks meer. Nee. Wat heb je eraan overgehouden? Zelf had ik een hersenschudding. Verwondingen in mijn ribben, in mijn achterrug, met mijn knie. En vol je lichaam met blauwe plekken? Ja, vol met blauwe plekken. En voor hetzelfde geld was jij niet meer opgestaan, hè? Die voorbeelden zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Ja. Dus dat is erg genoeg. Nou, ik denk dat ik geluk heb gehad. Wat doet dat nu mentaal met je? Op dit moment ben ik gewoon weer mijn ding aan het doen. Mijn dagelijkse ding. Ik ga alleen nog niet 's avonds over straat. Slaap je goed? Ja, weer wel. Otto, Paul is niet het enige slachtoffer van dit geweld. Ja. Hoeveel gevallen zijn er geweest? Nou, ik zal het niet in cijfers durven uitdrukken. Dat weet ik ook niet. Heb ik ook niet uitgezocht eigenlijk. Maar het komt geregeld voor. Het zinloze, het uitdagen op straat waar wij meemaken. Groepen jongeren die... Ja, laten we het beestje maar bij de naam noemen. Er is een groep actief jongeren met name uit de Marokkaanse scene. Die het leuk vindt om van allerlei criminele dingen in Tiel te doen. Die groep is ook zichtbaar, of in ieder geval is inzichtelijk wie dat zijn. Maar toch gaat het gewoon door. Hoe zit dat? Ja, dat blijft het vervelende. En, maar de politie kent de groep? Nou, ik wil niet per se op die groep ingaan. Er is een groep inderdaad in Tiel, dat is bekend. En vorige keer hier ook aan tafel over gehad. We kunnen het niet bewijzen dat het vanuit deze groep zou komen, omdat we nog geen indicatie hebben. Maar zo'n groep die we hier in Tiel kennen, die hebben een negatief imago en die zijn hiermee bezig. Die stralen dat uit naar buiten. En, we zitten er zelf bovenop, ze zijn inderdaad bij naam en toenaam bekend. Maar benieuwd hoe groot is die groep bijvoorbeeld? Waar houdt hij zich op? Vooral in het centrum, winkelcentra's. En dan praat je over relatief jonge mensen. Van een man of 30, 35? Nou, zo zou het ongeveer wel kunnen benoemen, Die grote. Jij bent in het centrum de wijkagent, dus je moet ze kennen. De meeste zijn bekend bij mij. Maar het zijn allemaal geen bewoners van het centrum. Wat ik nu wel bemerk natuurlijk, het centrum is het speelparadijs van dit soort jongeren, zeg maar. Daar gebeurt het, daar zien ze het. Hun speeltuin waar alles zou kunnen gebeuren. En het leuke is om mensen uit te dagen en... De burgemeester die zei een week of drie geleden ook al van goed, de daders hebben we in het vizier en die behoren inderdaad tot de binnenstad hanggroep. En toch lukt het niet om, om,
om wat meer aanknopingspunten te krijgen. Hoe kan dat? Ja, heel moeilijk om daar met bewijzen, met zaken iets rond te maken. Zodat die jongens toch jongens zijn zelf ook nog slim. Ja. Zit er meer capaciteit op van de politie om deze zaken op te lossen? Ja, er is zeker capaciteit op ingezet. En er zijn echt collega's bij ons die daar toch wel op gericht zijn, op jeugdjongeren. Die daar ook echt intensief mee bezig zijn, die ook met de ouders in gesprek zijn, die met de jongeren in gesprek zijn, die met de hulpverlening in gesprek is, samen met die jongeren. Om ze toch tot iets anders te bewegen dan de ellende waar ze eigenlijk veroorzaken op straat. Om hun toch eigenlijk weer een andere toekomst te geven dan waar ze nu mee bezig zijn. Want het leeft natuurlijk heel erg in Tiel, Tielenaren zijn bang. Heeft de politie tips ofzo? Of? Ja. Nou, jij hebt het zelf ook verteld, André, hè? Want jij vindt het leuk om hard te lopen. Maar het stukje op de Ophemerse Dijk, dat ga je voorlopig even niet doen. Heb ik een keer verteld, inderdaad. Ik weet niet of ik de Ophemerse Dijk daardoor ga mijden. Maar ja, goed. Het houdt mij ook bezig als ik s'avonds de deur uit ga. Ja, nou. Dat is op zich erg, Otto. Ja, dat is zeker erg. Ik ben zelf ook inwoner van Tiel, maar het houdt mij niet tegen om te gaan lopen op welk moment en waar. Nee, begrijp me goed, hoor. Maar, valt de politie helemaal niet aan. Nee, maar de politie kan het niet alleen. Nee, dat snap ik. We hebben de mensen nodig die wat melden als ze wat gezien of gehoord hebben. Ja, er moeten dingen duidelijk zijn. Mensen moeten dingen weten. Dat kan niet anders. Ja, we hebben een weken terug ook een keer een uitzending gehad over een incident. Helaas hebben het weinig informatie opgeleverd. Ja. Dus we wachten eigenlijk nog wel op mensen die zeggen van, joh, ik weet wat over een bepaalde iemand. Of, op Gelderland is er ook een uitzending geweest, hè, over een incident. Daar hebben we beelden van en daar gaan we nu even naar kijken. En onze volgende zaak is een beroving in Tiel van twee mannen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april. Die nacht, even na 2 uur, rijden mijn collega's in een surveillanceauto door de Binnenmolenstraat. Dan zien ze hier midden op de weg een man liggen. De man vertelt dat hij is aangevallen door 3 mannen met een Marokkaans uiterlijk. Er is ook een getuige die heeft gezien dat hij in elkaar is geslagen en geschopt door 3 mannen. Nou, deze mannen hebben ook zijn telefoon meegenomen. Terwijl de collega's met het slachtoffer bezig zijn, blijkt dat ook op de hoek van de Binnenmolenstraat met de Achterweg een zwaargewonde man is aangetroffen. De man is zodanig gewond dat hij per ambulance moet worden overgebracht naar het Rivierenland ziekenhuis. Daar blijkt dat hij diverse kneuzingen in zijn gezicht heeft en een zware hersenschudding. Gelukkig kan hij na een nacht in het ziekenhuis weer naar huis. Omdat beide slachtoffers behoorlijk wat gedronken hadden, wordt op dat moment niet direct duidelijk wat er gebeurd is. Later blijkt dat de mannen zijn wezen stappen in het centrum van Tiel. En toen ze onderweg waren naar huis, zijn ze hier in de Binnenmolenstraat aangevallen. Van een van hen wordt de telefoon geroofd. Zijn vriend gaat er vandoor in de richting van de Achterweg, maar wordt ook daar te grazen genomen. Ben, twee mannen die beroofd worden in Tiel. Hoe gaat het nu met ze? Nou, gelukkig gaat het nu beter met ze. Maar het was wel een heftig einde van een avondje stappen. Kunnen de mannen zich herinneren wat er gebeurd is? Nou, ze waren allebei behoorlijk onder invloed van alcohol. Wat ze ons konden vertellen is dat ze uit waren geweest op het plein in Tiel. Toen ze op weg waren naar huis, werden ze op de Binnenmolenstraat aangevallen. Maar ze konden ons niet meer vertellen hoe ze daar gekomen waren. We weten dan ook heel weinig van de daders. Niet anders dan dat het 3 Marokkaans uitziende mannen waren. Het kan natuurlijk zijn dat u de daders kent of dat u uit hun vriendenkring komt. Bel toch vanavond nog met de politie. Dat kan ook anoniem 0800 7000. Die opnames zijn dus geweest op Promo op Gelderland. Dat is dus ook voor een groot publiek. Wij hebben er aandacht aan besteed, maar zonder resultaat. Ja, dat is spijtig. Echt spijtig. En ik hoop echt dat er toch nog wel mensen opstaan die zeggen van, joh, ik heb wat gezien of ik heb wat gehoord. Het moet ergens rondzingen, dat kan niet anders. En als er ook jongeren zelfs, hè, ik hoop dat jongeren ook naar de uitzending kijken en die zeggen van, joh, ik weet, hè, van een vriend of van wie dan ook, dat hij er wat meer van weet. Ja, dat horen wij heel graag. Ja, Paul, wat overigens niet je echte naam is, ik vind het toch hartstikke goed dat je hier bent. Graag gedaan. Had jij nog een vraag tot slot? Nou, dat is misschien een hele naïeve gedachte of een hele naïeve opmerking. Maar kun je met een slachtoffer naar zo'n groep toe lopen en zeggen van, joh, wijs hem maar eens aan. Misschien zit hij hier wel tussen. Dat zou heel mooi zijn. Maar dan moet je wel echt zeker van jezelf zijn. Ja. En het is een groot risico om daarop af te lopen. Mm-hmm. Begrijp ik. Dus ik wil dat nu niet zeggen van, we gaan dat doen. Nee, oké. Okay. Ik zei ook, het is ook een hele naïeve vraag. Maar Paul, zou jij je dader of degene die jou heeft toegetakeld kunnen herkennen, denk je? Nee, die zou ik nooit kunnen herkennen. Ik ben wisseloos geweest en
al die herinneringen van die avond zijn eigenlijk weg. Ja. Op het moment dat we naar huis zijn gelopen. Dat is misschien maar goed ook. Ja. Nou, fijn in ieder geval dat jij, dat jij nog leeft. Want voor hetzelfde geld had je dus inderdaad niet nagesproken. Nee, daar mag ik gelukkig mee zijn eigenlijk, ja. Dankjewel voor jullie komst en voor de moed om hier je verhaal te vertellen. Dankjewel. Aan tafel hebben we Alexandra van Steen van het Flipje Streekmuseum. En Alexandra heeft heel veel te vertellen in de 8 minuten die we maar hebben. Ja, dat wordt heel snel. Zoals, ja. Flipje is dit jaar 80, wordt hij. En dat gaan we vieren in het weekend van 19 en 20 september. Betekent ook dat we een nieuw Flipje nodig hebben. Want ons vorige Flipje, althans de jongen die het nu nog steeds doet, die zijn na 5 jaar. Nu wordt het ook weer tijd om een nieuw Flipje te gaan zoeken. Hij is nu 17 en heeft dat vanaf zijn 12e gedaan. Dus wij zoeken nu... Want dan ben je te oud als je 17 bent? Nee, hij heeft zelf aangegeven dat hij zichzelf te oud vindt. Oké. Okay. Ja, nee, ja, je bent niet te oud. Dat is een ingewikkeld verhaal. Flipje is 80. Als 17-jarige puber, okay. dan ben je dan natuurlijk wel eens een keer klaar mee. Nee, want Freek heeft het tot ver in de 20 gedaan. Maar dan praat je ook over een hele bijzondere Flip natuurlijk. Dat was ook een hele bijzondere Flip. Maar heeft dat heel goed gedaan, hoor. Ja, maar vlak deze ook niet uit, hoor. Want hij is fantastisch met kinderen, met bejaarden... Met alles wat ertussen zit. En jullie zoeken 2 Flipjes? Nou, liefst wel. We hebben bijvoorbeeld volgende week hebben we ook een probleem. Flipje is gevraagd voor een televisieopname. Maar ja, hij heeft een wiskundetoets. Ja, dat is toch vrij vervelend. Voor dit keer voor de televisieploeg dan. Dus 2 Flipjes is wel handig, want dan kunnen ze elkaar een beetje backuppen. Iemand achter de hand? Ja. Oké. En nou loopt die zoektocht een beetje stroef. Nou, de vorige keer, 5 jaar geleden dat we deden, hadden we ruim, ik geloof dat we 11 of 12 kandidaten hadden. Nu hebben we er 4, waaronder een meisje, wat ook wel heel erg leuk is, en 3 jongetjes. Maar ja, als we 2 zoeken, ja, dan is er, het is leuker als we uit een groot scala kinderen natuurlijk kunnen kiezen. En toen was daar StadsTV. Ja. Vijf jaar geleden hebben we ook, dat was op zich leuk, hè? Een soort dat was van, hartstikke leuk, want ze hebben zich allemaal kunnen presenteren. Een soort voice-idee was het, hè, wat we gedaan hadden. Ja, Idols. De F-factor. De F-factor hebben we nu gedaan. Nu is er dus weer een F-factor. Je bedoelt dat StadsTV Alexandra gaat helpen? Ja, precies. Okay. Ja, want het, ik roep iedereen op. Het is gewoon een hartstikke leuke baan. Je krijgt gewoon betaald door ons. Hetzelfde als dat je vakken gaat vullen bij een van de grote supers. Hoeveel betaalt dat dan? Nou, precies. Nou, 2,50 per uur. En over welke competenties moet zo'n Flipje beschikken? Nou, fris en fruitig, allereerst. Ze moet echt vrolijk in het leven staan. Dan val jij af, André. Ze moeten het leuk vinden om voor een publiek op te treden. Ze moeten soms de rechterhand zijn van de burgemeester. Want de burgemeester heeft bij officiële zaken heeft hij soms ook Flipje nodig. En dat kan variëren van een hand geven aan het Koningshuis... tot samen met Frans Duits iets doen, of met Hans Kraaij junior, of met whatever, jou. Of met mij, of een tentoonstelling openen, met kinderen knutselen, een groep van de zonnebloemen ontvangen, en alles wat ertussen zit. En jullie zoektocht spitst zich met name toe op de basisscholen, toch? Een beetje tussen de 11 en de 15. Oké. Ja, iedereen een beetje. Maar kijk, als je 10 bent en je zegt, ik doe het, dan is dat natuurlijk ook prima. Het is niet zo dat we daar heel rigide aan vasthouden. We vinden het belangrijk dat als je het leuk vindt om te doen, dat we wat fotootjes van je krijgen, een motivatiebriefje, waarom. En alle kandidaten die zich aanmelden krijgen een ontzettend leuke workshop van Freek Commandeur. De allereerste Flipje, ja, die heeft aangeboden van, ik wil ze wel coachen. Leuk. Zodat ze, als ze de eerste keer moeten optreden voor de verkiezing, dat ze een beetje weten waaraan en waaraf. Nou goed, geïnteresseerden en gewoon in zijn algemeenheid de StadsTV blijven volgen. Dan komen we vanzelf wel met een formatje waarin mensen, dus Flipjes in spe, zich kunnen melden en daar het een en ander mee kunnen doen. Flipje 80 jaar. Ja, Flipje 80 jaar. Dat is een bijzonder jaar. Flipje is uit 1935. En we gaan een aantal hele bijzondere dingen doen. Allereerst worden alle mensen die 80 jaar worden in dit jaar worden uitgenodigd om een ontbijt te komen nuttigen. Een gratis ontbijt bij het Van der Valk Hotel. Dus dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Er komt een speciale postzegel uit. Maar we hebben ook een heel erg bijzonder boekje dat dit jaar uit gaat komen. Oké, want het boekje Flipje 75 ken ik nog. Was ook hartstikke leuk.
Ja, maar we hebben dit jaar een zoektocht gedaan naar het allerlaatste stripalbum wat getekend is door de dochter van Ilker ten Harmse van der Beek, die tot zijn dood heeft gedaan. En zij heeft nog een laatste strip getekend, maar die is nooit uitgekomen. Aha, postuum dus nu. Ja, ja, want de tekeningen die hebben we gevonden bij diverse verzamelaars. De tekst hebben we in het archief kunnen vinden. En de Bezige Bij, uitgeverij in Amsterdam, die is bereid om het uit te geven dit jaar. Dus dat is wel heel erg bijzonder. En hij zal uitkomen in het weekend dat Flipje ook zijn verjaardag gaat vieren. En dat doen we samen met het Fruitcorso. Dus het wordt een heel bijzonder weekend. Valt mooi allemaal samen. Jij bent zelf ook een heel bezige bij. Directeur ook van het Flipje Streekmuseum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling. Ja, die tentoonstelling, dat zijn ook de tekeningetjes. Dus de tekeningetjes kunnen mensen niet alleen in het boekje, maar ze kunnen de tekeningen ook apart komen bekijken in het museum. En dit jaar stellen we eigenlijk alles centraal wat heel bijzonder is in Tiel. Dus er komt de tentoonstelling van Daal erop. Er komt de tentoonstelling van de tekeningen van Flipje. En in het najaar schenken we ook nog aandacht aan Frank Grovers, die dit jaar, 20 jaar geleden, is overleden. En ook een hele bekende Tielenaar is. Ja. Ja, dus we gaan hele bijzondere dingen doen dit jaar. Kortom, er gebeurt genoeg daar in het streken Flipje Museum. Ja, 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 zeker. Ja, mensen moeten zeker langskomen, want het is iedere keer wat anders. En niet te vergeten, wat we dit jaar ook gaan doen, is we gaan een gembokaal uitreiken. Doe eens gek. Ja, Pierre Wint, de bekende kok, die heeft een gemwedstrijd uitgeschreven samen met ons, met het museum, voor alle kinderen in Tiel en omstreken om het meest originele jamrecept te gaan bedenken. En voor iedereen tussen de 8 en de 18, die kunnen een jamrecept bedenken, foto's en filmpjes maken van hoe ze het maken, hoe het smaakt, jamrecept opsturen. En op de zondag van het Corso, dus 20 september, komt Pierre Wint koken met de prijswinnaars. En de echte winnaar die krijgt dan een originele Flipje, jam, bokaal. Nou, André, wij zijn erbij. Ja. Ja. Wordt vervolgd. Nog even één dingetje over Flipje, als het mag. Jij bent fan van Flipje? Ja. Ik vind hem een beetje oudbollig. Geef mij eens een beetje tegengas. Flipje, oudbollig. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Is er niet tijd voor een beetje een remake van dat? Ik heb laatst Flipje in de tekening aan de bar gezien, stom dronken. Beledig ik je nu? Nou, ik hoor het heel vaak, maar dan denk ik, dat zijn mensen die eigenlijk alleen maar naar het verleden kijken. Inderdaad, Flipje staat op de cover van The Miseries. Flipje heeft meer dan 5000 fans op Facebook. Ja. Hij heeft een eigen LinkedIn-pagina, hij twittert. Nou ja, volgens mij is die hartstikke 5000 mensen kunnen niet ongelijk hebben. Maar het klopt wel hoor, vroeger had je dat moralie, dat was zo'n moraalriddel was het eigenlijk, hè? Maar dat was vroeger. Dat was vroeger, ja. Maar ja, wat ik zeg, hij staat nu eigenlijk voor allerlei waarden die nu juist heel erg waardevol zijn. Ja, Flipje met een joint in zijn mond en zo. De natuur, het milieu, respect voor elkaar, vriendelijkheid. Hij is juist nu hypermodern. Symbolisch om trots op te zijn. Nostalgie dus. Viert hoogtij, hè, op dit moment. Heel goed. Okay. Ja. Dankjewel. Tevreden met het antwoord? Ja, jawel. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar oké. Ik ga erover nadenken. Ja. Hey, mogen we je danken voor je komst? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. Wilt u deze aflevering nog een keer kijken? Kijk dan even op onze website www.stadstv.tiel.nl. Graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van De Vlerk en Terraar.